Ik kijk wie in de smikstoel zit. Voor mij. Ja, het gezicht van de campagne. Nou, Eva. Oh, hey. Ja, straks op de poster. Ja, dat lijkt me nog wel wat zorgwekkend, Ronald. Ja. Wordt er nog veel gebeurd, Barbara, of niet? Nou ja, wacht maar even. Voor en na zo meteen. Oeh, je kriebel mijn neus. Ja. Nou, heb je dit allemaal geregeld, geestje? Ja. Maar waar komt die foto nou terecht aan? Overal. Stad en omland. Overal, waar je maar wil. Je ziet hem overal. Ja. Nu is dat niet, maar komt overal te hangen. Dat ken ik helemaal niet tegen. Dus dit is geworden. Tada. Ja, mooi plaatje, hoor. Vind je het wat? Ja, ruikt mooi. Ja, ja, mooi. Vind ik mooi. U hebt de locatie beschikbaar gesteld. Ja, mooie plek, of niet? Heel mooi plekje. Ja? Maar we gaan straks naar buiten toe, hè? Maar het reikt nog. Ja. Lekker, toch? Ja. Even de walden wegwerken. Even de walden. Oh ja, die zitten er wel weer, hè? Het is gezellig dit weekend. Oh, dit is dus Beppy. Ja. Ja. Een vrij nieuwe collega. En ook op de poster, hè? Ja, dat is een hele eer. Ja. Ik snap wel waarom, trouwens. Vind je niet? Dat is al. Beppy en Kokkie. Beppy en Kokkie, ja, maar. Nee, waarom heb Eddie en Beppy bedacht? Zullen we even voor de directie? Ja. Nou, we gaan de poeten zo. Oké. Okay. Ah, dat ging houden, hè? Ja, ging ja, ja. Denk aan Mioka. De foto set. Ik moet even voor iedereen weten wie wat doet, zeg wij maar. Op de interview, figuranten, ja. Wij staan achter de bus. Nee, daar gaan we. Op de foto. Mag je toch een klein stukje? Ja, daar sta je goed. Mag ik ook even in je tentje kijken? Ja, natuurlijk mag je in een tentje kijken. Ja. Kijk wat eruit ziet, hoor. Dan heb je een beetje een idee. En toen had ik nog wel een paar goede ook. Dat was wel het momentje trouwens, net even. Ja. Zo. Ja.